Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remers. Waarom ik een paar dagen niet heb gevlogd is 1. Ik zit hier continu binnen. 2. Het heeft ook goed gesneeuwd. Dat is de tweede oorzaak. Gisteren totaal niks meer kunnen doen omwille van de sneeuw. Gisteren was ik ook heel ziek geworden, want ik was gisteren onderweg naar mijn werk toe. Samen met mijn papa. Moet ik wel eerlijk toegeven, samen met mijn papa. En tussen de kruispunt van Melveren en Sint-Truiden bij de Q8. Papa, zet u eens even aan de kant. Moet ik even overgeven. Nu, ik heb juist zo net de afwas gedaan. Ik ga hier nu, als je het te goed ziet, misschien hier heel faal. Dat is allemaal zout. Ik ga het dus allemaal meenemen naar binnen toe. Dat ga ik nu nog allemaal opdweilen. Dan ga ik nog kijken als ik nog deze avond misschien nog een livestream doe. Ik zeg misschien. Voilà. En vanaf volgende week ga ik ook het verboden woordjes doen. Een gans week lang. Ook voor jullie. Dus kijken hoeveel keren dat ik het verboden woord in mijn vlog zeg. Jullie mogen hieronder in de reacties laten weten welke verboden woord dat ik moet gaan doen. En dan gaan we dat ook maar eens spelen. En dan nu ook nog dit. Elke vlog begint ook met een pimpompet vraag. Die op de grond vallen. Voilà, we gaan eens draaien aan het wieltje. Voilà, het is de letter D van Dimitri. Iets dat je ergens op kunt smeren. De D. De andere kant. Iets dat je gebruikt bij het klussen, de D. Laat het hieronder in de reacties weten, dames en heren. Schrijf er gewoon bij, pim, pam, pet. En dan daar de juiste antwoorden, alstublieft. Ja, dus ik ga nu even nog gauw dweilen. En dan gaan we nog zien wat we nog gaan doen. Ik moet nog mijn schatje ook nog naar huis doen, want morgen heeft zij ook nog van alle dingen opstaan. En dan zie ik haar helemaal terug om leuke spelletjes hier te spelen. Gezellig naar de televisie kijken. Noem maar op. Het gaat de goede kant uit. Ik ben zo trots, zo gelukkig in mijn lichaam. Dat ik zeg van kijk, ik heb nu even een kleine break genomen in mijn vloggen. Dat ik me niet goed voelde. Ik heb maagpijn en al. Ik neem nu ook medicatie daarvoor. Ik ga jullie eens laten zien. Voilà, dat is deze medicatie. En ik zeg jullie, het werkt. Ik ben vandaag ook nog op de OCMW geweest. Dat ga ik ook even melden. En dan nog de 24e moet ik bij het gemeentehuis zijn voor het inruilen van mijn papieren rijbewijs naar een plastieke rijbewijs. Dus dat gaat ook nog veranderen bij mij. Dus dan moet ik om de 10 jaar teruggaan. En ja, ik ben nu ook nog zo aan het kijken wat ik nog allemaal kan doen, nog subiet. Maar ik ga nu wel serieus ervan beginnen te twijfelen. Of anders zeg ik van, nee, het hoeft nu niet meer, want ik moet nu vertrekken naar mijn wagen toe. Dan, ja. Ja, ik ga nog mijn vriendin naar huis doen, hè. Voilà. Allee, tot straks allemaal. Jojojo. Voor hier uit mijn wagen te stappen. Ik weet niet of jullie het goed zien. Is het lekker wit. Ik weet niet of jullie mijn voetstappen zien. Ik denk het niet. Ik ben nu dus Velgenwaal ook door die sneeuw kunnen rijden. Dankzij stap in. Dankjewel daarvoor. Ik moet maar 2 kilometer rijden met mijn wagen. Tot aan een parking hier in Sint-Joris. Maar ik ga nog gauw iets doen. Daarvoor moet ik even. Voilà, nu staat mijn wagen ook op slot. Voilà. En kijken ook als ik de microfoon niet toehoud. En nu heb ik toch de koolafles mee, wat ik heb gezegd in een voice memo naar mijn schatje toe. Ja, ik laat het lekker in mijn auto liggen. Hè. En daar is toch ook lekker fris.
Maar de voetpaden zijn hier niet gedaan. Het is ook goed mistig buiten op sommige plaatsen. En de meneer van Stap In, die is heel tevreden met mij. Dat ik alles, maar ook echt alle kleinste detailjes doorgeef. Bijvoorbeeld als hem niet in een stekker steekt of zo. Ik ben eigenlijk hun buddy geworden. Dus stel, die moet naar de carwash toe, die auto. Dan doe je die naar de carwash. Maar ik krijg er wel geld voor. Maar nu mijn voetjes opwarmen. Want die zitten helemaal onder sneeuw. Kijk maar eens. Ah. Ja. Dat gaat lekker druppen zijn. Dus verwarming aan. Schoentjes lekker laten drogen. En dan uitdoen. Mee uitdoen en dan richting Dromeland. Want het is al redelijk laat. Dames en heren, het is al echt al redelijk laat. Dus even kijken hoe laat dat is. Zeg het, die boetsman, die gaat hier werken. Hè? Allemaal van dat zout, hè. Oh. En voilà. Even een licht aandoen. Zo. Dan ga ik even terug naar mijn voordeur toe om te sluiten. En ondertussen tijd hebben jullie kunnen kijken wat er allemaal zo wat op de toog staat, zeker. Jat, koffie, filters. Mijn zakjes voor in te nemen. Noem maar op. Oh, mannetjes. Dus frietkaat, dus frietkaat, dus frietkaat. Oh, mannetjes. Ik ben mijn portefeuille aan het proberen los te krijgen met mijn bevroren handen. Die leg ik even hierop. Ik ga een klein beetje proberen meer licht te maken. Voilà. Ah, die wil dus niet. Ah, die wel. Hallo allemaal. Oh. Min 5 buiten. Min 5. Bleh. Oh ja, en ik ben ook nog vandaag naar de OCMW geweest. Van de OCMW ben ik... ik heb al die regels gelegd. Ah ja. Van de OCMW ben ik dan naar... apotheek geweest voor deze medicatie en dan rond een uur of 6:30 had ik dan de huurwagen, ben ik daarmee naar Sint-Truiden gereden om mijn papieren in orde te houden. Ik ga al echt al even mijn schoentjes uitdoen of anders maak ik het hier weer al lekker vettig, want ik heb hier pas gedweild voor al dat zout weer al weg te doen. Ik ga dat nu ginder op de radiator zetten. Voilà. Er zit echt wel veel sneeuw aan hoor, mensen. Damn, die zijn goed nat. En mijn voetjes zijn ook nog eens goed bevroren. Brrr. Is de deur hier gesloten? Ja. Controleer ik altijd 2 keren. Dan. Wanden is zich hier ook goed gehouden. Dat is goed. Ik ga toch even de verwarming dan aanzetten. Voor mijn schoenen toch lekker droog te maken. Dan zit er nog alleen nog maar aan deze vlog nog in elkaar te steken. Op mijn computer. Dus ik ga ook nog even naar mijn computer toe. Ja, ik kan niet zoveel doen als mijn wagen stuk is. Dat geef ik eerlijk toe. Dat geef ik echt eerlijk toe. Want ik kan mij niet verplaatsen. Want ik ga binnenkort ook willen verplaatsen naar bedrijven toe.
voor hun ook wat reclame te geven op mijn YouTube-kanaal. Zo gelijk 66 Land. 66 Land zit voor 25% al vol, dus boek uw tickets. Boek uw tickets op www.psychotv.be. Daar staat een link van 66 Land. Dus klik daarop en bemachtig jouw ticket. Als er 20 tickets op die link zijn verkocht, wordt daar een rad aangedraaid. En van die 20 personen die een ticket hebben gekocht, wint er dan nog eens een extra ticket. En die extra ticket kun je dan zelf ook weggeven. Dat heb ik dus geregeld met 66 Lam. Alsjeblieft, ik ben daar ook wel aanwezig. Ik ben moe. Ben moe. Ben op. Ja, saus. Het is redelijk laat. Ik weet het. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Maar ik heb nog niet gegeten. Sinds 6:30 s'avonds. Want toen had ik pas de auto. En dat was eigenlijk de bedoeling. Dat we ook naar de Kwik gingen. Maar we zaten een klein beetje in tijdsgebrek. Want wij wouden... Dus van Bewaal uit. Van Bewaal uit. Wouden we dan even naar de Kwik gaan. Maar we moesten ook nog even ergens anders zijn. Noodgedwongen. En toen zat ik even met het tijdsgebrek. Maar als je die auto ook huurt, dan moet je ook bijvoorbeeld de eindtijd daarin geven. Bijvoorbeeld als er iemand anders is die een auto wilt huren. Dat ze ook kunnen zien van, die is zo laat ook al verhuurd geweest. Dan laat ze meestal ook 2 uur ertussen. Waarom? Die van vorige eigenaar, of de vorige lener, ja, die rijdt daar ook rond. Dus dat verbruikt ook dan weer al elektriciteit, noem maar op. Ja, dan moet die opnieuw worden opgeladen. Ik heb hem nu kunnen oprijden tot 9%. Dus nu heeft hem weer al, dus ginder in Sint-Joris, 2,5 uur nodig. Dus we zitten nu, eens even heel snel kijken. 22:18, dus ik heb die om 22:00 afgeleverd. 23:00, 24:00, dus om 12:00, om 12:30 s'nachts is een pas terug op 100%. En ik snap wel dat de meeste mensen kiezen toch nog altijd voor de dieselauto's of de naftauto's. Je gaat naar een tankstation, tankt daarin, 5 minuten later, joef, weg. Maar met een elektrische auto, als je die bijvoorbeeld bijna helemaal hebt opgereden, zit je wel 2 uur aan de kant. Zat je echt daar wachten tot die terug 100% is. Voilà. Maar ja, dan weten jullie dat ook alweer al. Ik heb die tip nu ook kunnen gebruiken en al. Dus ja. Ga ik mij later een elektriciteitswagen auto kopen? Ik weet het niet. Dat hangt er nog vanaf. Voilà. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ik ga ook sowieso, ik ga niks beloven. Ik ga mijn best doen voor morgen ook opnieuw een vlog te maken. Vergeet geen belletje omhoog te doen. Dan blijf je ook kort horen wanneer dat er een nieuwe video, vlog of een livestream is. Tot later allemaal. Yo.